Nog altijd weten we niet waarom de gigantische storm rood van kleur is. Maar daar gaat misschien verandering in komen. NASA heeft namelijk bekendgemaakt dat de James Webb-telescoop de blik op Jupiter gaat richten. De telescoop zal Jupiter onder meer gaan bestuderen met zijn MIR-infraredinstrument, MIR. Gehoopt wordt dat James Webb zo meer inzicht kan geven in de temperatuur en chemische samenstelling van de storm en eindelijk kan onthullen waarom deze rood van kleur is. Kleur op dit moment vermoeden onderzoekers dat de rode kleur ontstaat doordat ultraviolette straling van de zon de interactie aangaat met stikstof, zwavel en fosfor bevattende chemicaliën die in de storm komen bovendrijven. James Webb kan deze hypothese toetsen door de storm te bestuderen op een golflengte waarop wij deze nog niet eerder hebben kunnen observeren. We zullen kijken naar sporen van chemische stoffen die alleen in de grote rode vlek voorkomen en verantwoordelijk kunnen zijn voor de rode chromoforen, vertelt onderzoeker Leigh Fletcher. Chromoforen zijn de onderdelen die moleculen hun kleur geven. Als we geen onverwachte chemie zien, dan kan het mysterie van die rode kleur wel eens onopgelost blijven. Temperatuur daarnaast moet Webb onthullen of de grote rode vlek warmte genereert en afgeeft aan de bovenste lagen van Jupiters atmosfeer. Recent onderzoek suggereert dat golfbewegingen in de storm warmte kunnen genereren en die warmte zou kunnen verklaren waarom dit deel van de atmosfeer zo opvallend warm is. Ontstaan in de toekomst kan James Webb bovendien ingezet worden om andere stormen op Jupiter te bestuderen. Je moet dan met name denken aan stormen die nog maar net ontstaan zijn of nog groeiende zijn. Gehoopt wordt dat dat meer inzicht geeft in hoe de grote rode vlek is ontstaan en zo groot is geworden en waarom deze al zo lang, de storm zou al zeker 350 jaar woeden, standhoudt. Wie uitziet naar het moment waarop al deze mysteries omtrent de grote storm op Jupiter worden opgelost, moet geduld hebben. Recent is de lancering van James Webb opnieuw uitgesteld. De telescoop zal nu op zijn vroegst in mei 2020 de lucht ingaan en mogelijk pas in 2021 volledig operationeel zijn. Naast Jupiter zal James Webb ook een blik werpen op Mars, de eerste sterren en sterrenstelsels in het universum opsporen en op zoek gaan naar sporen van leven in de atmosfeer van exoplaneten.